Hallo, mijn gast. Deze week werkt vanaf 1973, waarvan 13 jaar als directeur, bij een welbekende kerkraadse reisorganisatie. Een branche die momenteel natuurlijk ook enorm getroffen is door corona. In zijn vrije tijd is hij meer dan een verdienstelijk amateurfotograaf en hij heeft samen met een aantal mensen uit Kerkrade de veelbekeken website Kerkrade Wiki opgezet. Hij is niet alleen een goede discjockey geweest, een danscafé heeft hij gehad, maar hij was ook een tijd eigenaar van een heuse platenmaatschappij met veel Limburgstalig werk. Vandaag zit ik aan tafel met Jo Vleugels. Dag Jo. Dag Lex. Die vragen des vragens. God, ja of nee? Ik kan niet zo geen antwoord op geven. Ik heb in de tijd bij de broeders van Sint Jozef gezeten in Heerlen. Een aantal jaren. Als wat? Als novice. Ik ben uitgeschreven uit de katholieke kerk. Ja. Maar die hebben een dingetje, en ik ben gewoon te jong om daar een antwoord op te geven. Die hebben een heel mooi dingetje. Ooit, 75 of zo, bij, ja. Kan ze zeggen van ik wil weer bij de katholieke kerk, de kies vergiffenis en alles is weer goed. Dus ja, dat mag ze. Waarom zou ze lid blijven? Dat mag ze, als ze gebiecht hebben, is, dan is alles vergeten. Ja. Ja, ja. Dat is het voordeel dus, van de Rooms-Katholieke kerk. Ja. Novice? Novice, ja. Ja. De broeders onze van, roeping? Nee, helemaal niet. Maar geen dat door zo hij een roeping. Om subsidie te krijgen, weet ik wat, moesten die novices opleiden. Ja. En er gingen een aantal jongens in de puberleeftijd heen, kreeg ze goed eten, was goed verzorgd, hij zijn eigen kamer kon studeren. Zo perfect. Geld zo door met die broeders. Geld, wat ze niet weten. Jo, ja. Voor gesprek heb ze me verteld dat ze een gezin komt uit Schinnepgeul. Klopt, helemaal. Pap en mama waren van Schinnepgeul. Ja, ben ik ook opgegroeid. Wat deed de pap? Pap die had altijd een treintjeszaak gehad in Schinnepgeul, voor speelgoedtreintjes. Nee. Ja. Merklin en... Ja. Jo, echt? Ja, ja. Die zijn toch niet meer? Nu niet meer, nee. Mijn pap is zo niet meer. Dus, nee, maar dat wordt natuurlijk vroeger. En dan in Schinnepgeul, is het dorp. Daar komen lui van toen ons. Toen verwachten ze toch uit een Heerle of een Maastricht? Of... Lui uit Amsterdam, uit Friesland, komen naar hem om de treintjes te kopen. Hij heeft een enorme voorraad altijd. Dus je bent echt opgevoed tussen de model spoorwegen. Klopt. Ja. Mooi. Andere wereld geleefd. Ja, met anders. Allemaal kleine huisjes en klein boomjes en klein huitjes en zo. Ja, ja. Dat was handel, hè, vroeger? Ja, dat was grote handel. Ben je de enige in de familie of heb je broers en zusters? Ik heb broers en zusters, ja. En een zuster van mij heeft de treinenzaak overgenomen van een pa. En Noordrand, de broer van mij, heeft een zittertbier gedaan. Ook gestopt? Is ook gestopt, ja. Nu, je bent van 1954? Ja. Kunnen ze zich herinneren van Schinnepgeul? Ja, ik ben er opgegroeid. Het pure dorpsgevoel. Heerlijk om daar te wonen. Ja. Echt? Ja. En dan op school gewoon Heerlen. Iedere dag met de fiets. Best wel een stuk. Meen ze? Ja, ja. Meen ze dat nu? Ja. Oh, wat nou. Ja. Dat is nog wel gek. Ja. Jo, verslond een tijd over. Ja. Want ik heb in de intro gezegd dat ze ook nog pleitjes gedraaid heeft. Dat is pleitjes, ja, ja. Daar hebben ze een foto meegenomen. Ja. Ik zie nu een welbekende Limburgse krant, hoe ze first is. Ja, dat heb ik een aantal jaar gedaan. Ik heb 35 jaar heb ik gedischokied van mijn leven, dus behoorlijk stuk. Heb ze daar herinneringen aan zelf die nog leuk zijn? Alleen maar. Ja? Alleen maar. Ik heb nooit in mijn leven gedaan wat ik niet leuk vond. Ik moet even erbij zeggen, ik zie hier natuurlijk nog een pick-up store, een platenspeler. Heb ze wat, wie vond zo de overgang van platenspelers naar cd's en toen computers? Daar zitten nog de minidesken tussen, daar zit nog... Alles heb ik meegemaakt. En het ergste vond ik, ik kom er straks nog een keer op terug, ik heb honderden cd-hoesjes ontworpen. Het ergste vond ik toen ik van de platen afging, ik wist de muziek zo aan de hoes. Ja.
Ja, die ging zo die hoezen heen en ja. De wist wat voor muziek het was. En dat was op een gegeven moment weg bij de cd. Ja. Dat... En dat zeuken. Ja. En zo gaat het allemaal. Ik vond het gans... Ja, sorry, even... Ik vond het een gans ander soort werk. Ik vond het dan nog niet meer leuk. Jawel, het wordt nog leuk, maar... Ja, is het niet, anders. Is het niet meer? Nee. Nooit meer? Nee. Heb ze niet, als het in en dicht nu belt en zegt, joh, ik heb een fijne avond, ik moet geen tango's en geen oude schöneste jugend en sneeuwwalzer en zo. Nee. Heb ze daar geen zin meer in? Ja, misschien best wel zin, maar ik heb het vervangen door andere hobby's. Hè. Fotograferen, met websites bezig zijn, dus... Ja. Die leegte is gevuld. 35 jaar pleitjes erin. Ja. En wat nogal gaat, hè? Ja. Maar ook in de tijd best wel gaat te verdienen, hè? Ja, vooral, ik heb een groot stuk van die 35 jaar op Duitsland gewerkt. Ja. Ja, dat was door... Het was een repertoire? Wat zou dat hebben? Ja? Ja, dat... Heb ze ook geen muzikale voorkeur of heb ze dat wel? Tuurlijk, maar die kosten niet gewoon tentoonstellen door. Dan, is in Duitsland... In dienst van het volk. U vraagt mij draaien. Altijd. Ik heb op Irenese... Broelofte gedraaid met Arabische muziek en dat ze dat leuk vonden, kregen ze dat. Ja. Maar dat is ook toen uiteraard niet looser. Wat houdt ze hier met de Limburger? Die sponsorde dat geheel, voor een deel. En nou, die deelde de reclame uit, dus u ziet wat van die paraplu's. Ja. Dat waren de krantenparaplu's, die verloten voor iedere avond, daar geven ze zich voor. Nu gaat in 73, ben ze begonnen bij Bissen. Ja. Bissen Travel. Ik heb natuurlijk even gegoogeld. Mm-hmm. En Bissen, dat is eigenlijk een kerkroos bedrijf. Ja, ja. Oorspronkelijk. Harry van der Bissen is er met begroes. Nu gaat in 11 dagen. Nu gaat in 11, ja. In Bleierheide? Ja. En du zitst nu daar op de? Hoofdstraat. In de Hoofdstraat. Bist je gepensioneerd nu? Of? Ja, sinds een paar weken. Ja, gepensioneerd. Ik bleef 1 dag per week doorgaan. Hey, dus, maar joh, de handel is toch helemaal naar de knoppen? Nee. Op dit moment? Ja, op dit moment, maar het is een pauze. Hè? Ja? Ja. Wie ervaarst u dat dan in dat corona? Ik bedoel, ik verwoven niet wie doet voor corona te komen. Nee, daarvoor komen, maar wie ervaar is. Ja, dat hebben ze een heel trouw publiek, merk ik. Ja. Die gunnen de geld. Verkopen is altijd een kwestie van gunnen, zeg ik. Dat, ja, ja. En ja, die zijn nu een jaar niet op vakantie geweest, maar ze gunnen wel weer. Ja. Ja, hier zit bekend van busreizen. Ja. Dat is eigenlijk ook nog het enige wat verdunt. Ja. Busreizen en riviercruises. Maar nu in 1973 ben ik begonnen, daar wil ik dit even vertellen, ja, dat was leuk. Vergeet ik nog maar, mijn allereerste dag. Ja. Was de tweede keer dat ik in Kerkrol kwam. De eerste keer heb ik gesolliciteerd bij Van der Bissen. Voor de rest is nooit in Kerkrol geweest. Dus ik kom de eerste dag daar binnen, was druk. Ja, dus zei je niet veel tijd voor. Met die zachte zet ik daarvoor, maar even als de klant binnenkomen, dan werd het niet vroeg. Ja. De eerste klant die binnenkwam, dat duurde geen 10 minuten. Ik kom, meneer, kunt je me zeggen wat het VVW-kantoor is? Ik zeg, gewoon met de trein, ik word er net langs gelopen, dat voetgangers de mijne. Ik denk, ho, leert zich van de beste kant zien. Dus ik zeg, kom even met naar boeten, wie ze gegeet. Ik zeg, hier de straat af, komt er een voetgangers de mijne. Loop er dat mijn ganse oren en dan vroeg er dan nog even. Ja, ik mijn best gedoog ging wat er binnen. En die worden het lachen allemaal door. Ja. Ze wat heb je nu? Ze komen smets achter ze. Let eens mijn boete kijken op de route steng reisbureau en VVV-kantoor. Dus was je nu 19 jaar, hè? Ja, ik heb mijn punten gemaakt toen. Maar toen woonde ze toen natuurlijk in Schinnepkeur. Ja, ja toen woonde ik in Vols. Oh, toen kostte wel 8 Vols niet. Maar van Schinnepkeur de kerk ging wel in de trein. Dat ging in de trein, joh. Ja, miljoenen alleen. Ja. Miljoen lijn tegen. En vervolgens moesten we met een bus natuurlijk. Ja. Wat verdorie, joh. Kerkraad, wie wordt kerkraad toen? Wie wordt kerkraad toen? Ik woon nu 35 jaar in kerkraad. Ja. Ja, dus ik voel dat nu op een hele andere manier. Heerlijke stad om te wonen. Gans in het begin worden een beetje vreemd voor mij. Er wist niks, er kost niks. Sprook ze taal niet? Nee, nu ook nog niet. Nee. Dat kan ook nooit. Nee. Het kerkrot is zo moeilijk, dan, of moeilijk eigenlijk niet, maar dat moest wel met opgegroeid zijn. Ja. Een fantastische taal trouwens. Absoluut. Ja, als af en toe die spreekwoorden huurst, dat zijn ze. Ja, ongelooflijk. Ja. En wie was dat? Dus als jong daar gaan wonen?
Ja, daar heb ik eigenlijk nooit problemen gehad. Nee, altijd goed met iedereen kunnen opzetten. Dat benijnen, dat maakt nog een makkelijk vrung, dat is ook geen probleem. Dat, ja, dat heb ze met die dashjockeys. Ja. Zonder meer. Jo, dat is echt een hele verdienstelijke amateurfotograaf. Mm-hmm. Maar dat is ook met een aantal lui. Een website, hè? Ja. De Encyclopedie Kerkro. Ja. Ja. Wie ben je daar opgekomen? Die hebben me gevraagd. Want dat is niks wat nu nu is. Ze werken al 25 jaar aan. Dat een aantal vrijwilligers die dus 25 jaar alles doorpluizen. Ieder blaadje, alles noteren en dingen. Dat is pokkenwerk. Dan, ja. Ja, maar vooral een fantastische site nu, Kerkraad de Wiki. Duizenden pagina's zetten, er kunnen ze opzoeken wat ze willen. Als ze nu een leedje van Nico Bloembels hebben of... de gemeenteambtenaren die er gewerkt hebben, dat vindt ze alles, ja. En dat werd ook veel bekeken? Ongelooflijk, ja. Is dat zo maar gekomen? Of is dat echt, komt dat bijvoorbeeld van de Wawel? Ik ken de Wawel. Hoe komt dat van de Wawel? De dialectvereniging. Stond er ook het van uitspraken in wat ze hier zeggen? Steekt er allemaal wel in, maar... Ik denk, dit is een geheel wat ze moeten kijken. Er zijn een aantal groepen in Kerkraad die werken aan de geschiedenis. Ja. De Beusjes Kerkraad onderweg, ik weet niet of ze die kent, ongelooflijk goed werk maken die. Maar het leven Kerkraad. Ook omdat het is de stad van de mine geweest en de mine waren weg. Dus ja. Iedereen is in de geschiedenis geïnteresseerd. En wie wou dat toen een foto uit de 60er jaren geweldig weer? Dat, ja, het leven enorm. Wie kom ik nu op deze foto? Waarom heb ze deze foto metgenomen? Nou. Wie loof Kerkraad? Ja. En wie loof Heerlen? Ja, dat is een initiatief van mijn zoon geweest, moet ik zeggen. En ja. Hij heeft dat die druk aan mij overgegeven. Het zijn Facebook-groepen, dus besloten groepen, moet ze even lid van maken. Over Kerkraad en een over Heerlen. Leuke foto's posten, leuke dingetjes inzetten, et cetera. En vergis zich niet, dat groeit. Wiel of Kerkro, 7000 abonnees. Wiel of Heerle, die zijn nog niet zo lang bezig. Kost 2000 abonnees, kost niks. En het is moeilijk om die twee samen te zetten. Maar ik heb in Heerle gewoond. Hè? Ik woon een lange Kerkro, dus ik ken een beetje dingen. En ik heb hier extra de Ruby gezet en door de ezel. Max, doe die ontwerpen hoor. Dat heeft mijn zoon gedaan. Ja. Ja. De Joep van Kerkraad, zeg ik, een heldenaar, zou dat eigenlijk een beetje meer moeten hebben. Stevig in de schoonstoor, zonder flauwekul. En een Kerkraadenaar, hij misschien een beetje van een wenkbuil moeten hebben. Een beetje even de schoon lopen, niet altijd zo strak. En samen kiezen, prachtig Parkstad. Zien ze dat ook echt zo? Ja, zo zien ik het. Zou het toch gelust in Parkstad? Ja. Moet dat de toekomst zijn, denk je? Het is het al, dacht ik. Ja. Het wordt een beetje voetgehouden door bekrompen meningen van sommige lui, maar het is toch geen verschil. Het is een ei vastgebouwd. Ja, dat klopt. Hè. Maar ik geloof niet in, ik geloof persoonlijk niet in dat grote, nee? Samen. Ja, de mogelijkheden zijn meer, denk ik. Ja, de kinds meer, nu moet iedereen zichzelf bedruipen, 3 gemeenteraden. Die moeten toch allemaal hun eigen potje verdelen. Ik wil nog even terug over het intro wat ik gemaakt heb, dat ik gevonden heb dat ze een platenmaatje bij. Wie heet je die? Ja, Lus. Lus? Lus. Limburg. Leem. Leem. Lus. Wie komt Limburg. Ze daarop? Ja, wie komt ze op, gaat? Wat in de tijd wie ze de danscafé was? Nee, wat er nog? Waar heb ze dat gehad? Vols. En Vols? Vols, de koerkeller. Ja? 6 jaar gedaan, ja. Ik heb een paar weken geleden hier Marc Chalier gehad, daar ook in de keller. Ja, nee, de Roodskeller. Oh, en ook een Vols. Ja. Zijn er zo veel? Die lagen nog geen 200 meter uit de rij. Oh, hoe lang heb ze dat gedaan? 6 jaar. Was dat leuk? Het was beestenwerk. Er was geen sluitingstijd, maar er waren kelders. Dus er was wel eigenlijk sluitingstijd, maar geen zochtens openheid. Dus ik werkte toen gewoon bij Van der Wiese. Ja. En
Nou, s'avonds ging ze de café in en dan ging hem 6 uur 's morgens toe. Ja, dan moest doen over de maar wel werken. Reisjes verkopen. Ja, dus dat hield ze niet eeuwig voor. Dat, nee, dat is... Maar het wordt altijd stampen vol, dus... Zo'n mooie herinnering aan. Ja, toch wel. Ja? Ja. Wat was ze van danscafé? Met een bandje? Of met nee, een, ja. Shockey? Of ging ze zelf de shockey? Ik heb toch altijd zelf gedeshockey. Ik heb Friedrich Sorter gezondigd, dus... Wel altijd nou, maar natuurlijk Duitsstalig repertoire. Ja, vuil. Tuurlijk. Tangootje, ja, ja. Foxtrot. Ja. Oude rock'n'roll. Trio Quatsch heb ik ook veel doorgehad. Het Trio Quatsch. Ja, mijn dingen. Dan ging de beer om, zat meteen omhoog. Dan, ja, maar dat ook... Van beide kanten. Jo, dat hield ze toch, man. Ik kan me dat dan niet voorstellen. Als dat tot 6 uur in een café is deze keer, dan zijn ze morgens vroeg nog... Als het maar leuk is, lijkt, kent ze alles. Ja, ik heb het ook al. Oh, sorry. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik dan om 8 uur 's morgens al begon met weer te werken. Nee, maar ik heb me dan meestal s'nachts weer een stuntje op 3 beervaten gelachen om mijn deurtje te doen. Maar ja. Oh, banaan, keer. De Verdi, Giuseppe Verdi. Een boot. Nou, een boot, een schip. Een schip. Boot mocht dat niet tegen zeggen. Ja, dat is. Oh, mocht dat niet? Nee, nee. Sorry. Zijn schepen. Schepen, ja. Ja, dat doe ik sinds een jaar of twee en dat blijf ik ook door. De reizen op de riviercruises begeleiden. Dat is heerlijk werk. Maar dat is vanaf heerlijk het begin. Reizen, reizen ja. Op riviercruises. Ja. Met andere woorden, doe werks op een reisbureau. En ja, ik hoef geen reclame ervoor nee, te nee. maken. En Lu kennen dan een reisboeken op. Dit schip? Ja, zelfs met de beursturbine. Is het alleen maar van Van der Biezen of is dat al van... Ik ben een reclame. De datums, het veer gunt, zet veer alleen erop. Ah. Ja. En waar vaart het schip naartoe? IJsselmeer, Rijn, Main, Donau. En toen ben je gids? Ja. Gids, meer begeleider. Dus het is een cruise? Ja. Een cruise, maar dan in Nederland. Ja, vergis je ook niet wat er tegenwoordig gebeurde op die schepen. 2-3 maaltijden per dag en ongelooflijk. Hoeveel man komt er op? 160. En dat is niet gewoon een 3 gangen dinertje, maar echt uitgebreid eten. Of ze in een luxe restaurant zitten. Ja, dat is perfect. En dat is eigenlijk wat ze in de toekomst gaan doen? Waarschijnlijk wel, ja. Meer met de Lu met? Ja. Het wordt toch nog wel pleitjes gaan reden, denk ik, of niet? Nou, we hebben hier altijd een Limburgse muzikant, volgens mij het nummer. En dus is iedere avond highlife aan boord. Geef me namen. Nee, doe ik even niet. Nee? Nee, oh. Nee. Is dat nog geheim? Ja. Ja. Oh, ja, wat leuk. Kijk, en dan zo 10 dagen? Ja, het ligt eruit zo'n vanaf 4-5 dagen en dan langer. We hebben ook een 15-daagse. Dus... Te gek. De familie. Ja. Een beetje een regenboogfamilie, samengesteld. Ja. Zoon, dochter. Daarom kreeg ik ook de hele familie net op en daar hebben ze hele grote foto's voor nodig. Dat ja? Ja, maar dat is toch de fotograaf, dat zou ze toch moeten kennen. Zou ze moeten kennen, mijn grote klein. Ja. Ja. Jo, en hier zit ze met Dien Ietje in het café. Ja. Van Kerkroa. Ja. Pieter Marcel Maar. Op de Maart. Ook al eens een keer gast geweest, hier de Slaagboom. Ja. Dat reclame mag ik wel maken. Ja, ons stamcafé. Heerlijk dat dat nu kind nog gepensioneerd ben. Zie ik het goed? Zit ze dan in Elske of zo? Ze zitten in Elske met een tas koffie. Ja, en ik denk, nou mijn 65. Ze denken, nu mag dat. Nooit gedaan? Nooit. Nee? Nooit. Nee, dat wordt altijd een glas beer of... Ja, maar het is zo kruidenbitter. Ik vind het eigenlijk bitter. Nee, is toch lekker? Ja? Ja. Dat was het niet met koffie, dan was het door een glas bier, zo'n kuppeltje. Dat is een lekker ouderwets, een kuppeltje drinken. Gewoon het nooit proberen als ze wel op wanneer zou het open gaan, denk ze? Ja, ik denk dat het terras eind van de maand opengeunt. En dan kan ze in ieder geval boetemachine al gaan bestellen. Dan, trouwens, ze is nog gepensioneerd. Geet einde dat u van hem met die zaak? Mijn dochter wordt ook commercieel directeur, wat ik ben geweest. Ja. En, ik ga het een beetje regelen. Ja. Af en toe naar de pap komen voor het goede raad. Ja, zo is het. Hey Jo, 20 minuten. Mm-hmm. Lijks ontmoet, Jo Vleugels. Het is voorbij. Wilt u nog wat zeggen, meneer? Net wel leuk.
Ik vind het fijn dat ze hier was. Ja. En als ik wandel door Kerkrade, kom ik die gegarandeerd wel een keer tegen, want er is ook heel veel het wandelen. Ik wandel ook heel veel. Iedere dag is het even kind. Ja. Ja, prachtig gebied daar. Ja. Anstelbeek en zo. Ja, kent ze Kranenweier. Weken lopen zonder dezelfde route te pakken. Ja. Dat is, ja. Ja. Heeft Neuvel toch genoeg reclame gemaakt voor de Kerkrade, of niet? Vind ik ook. Okay. Dit was Lex van Moed van deze week. Gast was Jo Vleugels. Volgende week hebben we Monique Parren van het Dagblad De Limburger. Hoi.